Dat is warm, hè? Niet bij mij. Moet niet trekken. 3, 2. Kom, 3. En go, go, kom op, go, kom op, kom op. Naar voren, kom op, pas op. Dit is een strijd. Laat dat duidelijk zijn. Nee, goed luisteren. Achterste lijn. Sprinten. 2, 1, go! Heb je er zin in? Ja, absoluut. Dit soort trainingen, dat zijn van die trainingen waar ik altijd eigenlijk zin in heb. Al weet ik dat het gewoon zwaar is. Het is natuurlijk ook gewoon zwaar voor mij, al doe ik het vaak. Het went niet. Ken je dat iets wat niet went? Wat gewoon altijd zwaar blijft en zal blijven? Ja, ja. Dat is dus zo'n training. Want waar gaan we naartoe nu? We gaan nu naar zo'n buitentraining. Je hebt twee soorten buitentrainingen die ik geef. Bostraining, echt een soort van commando-training. En een veldstraining, waarbij je echt eigenlijk van alles komt kijken. Conditie, explosiviteit, uithoudingsvermogen, kracht, mentale stukje. Jongens die bijvoorbeeld wel eens over de nek zijn gegaan, 3 tot 4 keer kotsen. Echt waar? Ja, absoluut. Ik heb jongens meegemaakt die 3 tot 4 keer kotsen. Dan ga je dus dit is eigenlijk dan een soort van, je bent aan het vechten tegen jezelf. En dat is de ergste gevecht, die ergste enemy is jezelf. Stappen. Juist. Stappen, go. Gaan. Ja. Werken, mooi! Wissel zeg, dan pas stopt het. Pak hem maar aan, Ines. Gooi die band maar op zijn kop. Hij moet maar opvangen. Gooi maar op zijn kop. Let's go. Kom, gelijk. Door. Gaan, Antonio. Door. Explosief. Wat maakt Ayoub zo speciaal, zo uniek? Hij is met heel weinig begonnen en ja, hij is ergens gebloeid en hij blijft maar doorgaan, weet je. Ja, sta je wel versteld van. Het begint natuurlijk altijd allemaal als een geintje, weet je. Hij is hier begonnen en ja, uiteindelijk zijn eigen gym, vechten, noem maar op, ja. En dat blijft klimmen, mooi. Snap je? Dat hij zet mooi. Stapje voor stapje, ja, steentje, ja, voor steentje. Ja. Je hoeft niet met hem met andere dingen aan te komen, bijvoorbeeld gaan we een feestje pakken. Hij is alleen van het sporten. En dit is de kleinste. We hadden het net over hem. Dit is een celebrity aan het worden. En dit is de volgende, zeg maar, Kraus-generatie. Ja, die het stokje weer gaat overnemen, Salah. Dit wordt de jonge zwaargewichter. Luister! Jullie starten zo totdat ik zeg wissel. Gillian Faisal. Sprinten tot de achterste lijn. Wedstrijd. Ben je daar? Moet luisteren. Ben je daar? 20 seconden. Nee, doe maar 15 seconden. Ademhalen. Gelijk weer terug sprinten. Dus je krijgt 1 wedstrijd, 2 wedstrijd, 3 en 4. En dan gaan we wisselen. Jullie blijven trappen, wisselen. Jullie blijven springen, Burpee. Wie
die ook meedoet met die buitentrainingen, die, ja, wat zijn het, bootcamps bijna-achtige tafereelen. Militaire trainingen. Is onze eigen Youssef, a.k.a. YouTube. Goed om jou te zien, broeder. Goed om hier te zijn, goed om jullie ook weer hier vandaag aanwezig te zien. Ja, wat is het, een dag of twee na Ramadan en jij zei van ik doe mee. Ik doe mee, ja. Onderweg hier naartoe kreeg ik wel een beetje spijt. Dacht ik van, waar heb ik nou ja op gezegd? Eerste keer? Eerste keer weer na een aantal maanden, want ik ben er ook uit geweest voor mijn blessure. Ik heb nog steeds wel last van mijn blessure, maar conditietrainingen kunnen natuurlijk gewoon doorgaan. Dus die gaan we vanaf vandaag weer oppakken. Dus dit is voor mij weer de eerste training. Maar ja... We gaan gewoon knallen. Het is natuurlijk jouw team ook. Ja. Is dat ook een reden om erbij te zijn, tuurlijk, voor de teambeelden? Om te laten zien ook voor hun van, zij zijn niet de enige die strijden. Ik strijd met hun mee. Weet je, zij hebben natuurlijk een goal en dat is 29 april. En wij zullen er allemaal bij zijn die dag. En ja, ik wil ze het gevoel geven dat we ook echt samen toch nog een beetje die laatste loodjes hebben gelegd. Natuurlijk moeten ze het zelf doen, maar toch nog iets van een bijdrage. Wat gaat er door je heen? Nu zo, vlak voor je, voor die training. Heb je angst? Nee, angst niet. Want angst is zeg maar, die moet je gewoon wegspelen. Dat zijn allemaal dingen in jouw hoofd, die moet je gewoon eruit trekken. En straks is het gewoon knopje om en gewoon luisteren naar wat Eyoub zegt en dat gewoon doen. Klaar. Commandant Eyoub. Oes. Wil je tot de maximum gaan, Youssef? Push, zag is goed. Hey, zitten! Kom op. Zitten! Kom, gelijk omwisselen, Appie. Kom op. Kom, wil je benen zakken naar boven pushen? Juist, naar boven. Waarom lig ik niet thuis? Waarom kijk ik niet thuis met mijn kind niet spelen? Waarom kan ik niet met mijn vrouw niet chillen? Waarom kan ik nou niet gewoon lekker achterover liggen? Waarom kan ik nou niet snacken? Waarom kan ik nou niet lekker een drankje drinken? Theetje erbij. Maar goed, we doen het voor iets. Doorgaan. Hey Joep. Yes. Ben jij een goede verliezer? Ik kan wel tegen mijn verlies. Tot een bepaald niveau, maar er is verliezen en verliezen. Je hebt bepaalde verliespartijen die je draait, waar je bepaalde dingen van kan leren en meeneemt naar de sportschool als huiswerk om er weer werk van te maken. Maar je hebt ook verliezen, dat bijvoorbeeld als een vechter bezig is en je weet dat jouw vechter veel beter presteert en veel beter is en die wedstrijd eigenlijk naar zich toe moet trekken, maar door middel van niet luisteren en gewoon... totaal niet doen wat jij zegt en het spel niet gaan spelen, ja, dan ga ik tekeer. Dan ga ik mij niet kunnen inhouden. Dan begint het eigenlijk al in de ring eigenlijk met die vechter. Ga je dan tekeer tegen? Ja, zeker. De grote kans dat ik ook gewoon handdoeken richting de ring kan gooien en dat gewoon einde verhaal echt is. Waar? Het is wel eens gebeurd, ja, absoluut. Ja. Vechter die gewoon totaal niet luistert, dan gooi ik de handdoek in de ring. Als het gewoon niet gaat zoals ik zie dat het moet gaan en hij is gewoon aan de verliezende kant en gooi ik de handdoek in de ring. Is het omdat je weet dat hij het maximale er niet uithaalt of omdat hij zich niet aan de gameplan heeft gehouden? Beide of... eigenlijk. Beide. Je hebt soms momenten. Kijk,
We zijn allemaal mensen, we maken allemaal fouten. Je hebt momenten dat een vechter niet lekker in zijn vel zit, dat het een verliespartij wordt, maar dat zie je. Dat is ook niet erg, dan de volgende keer beter, dan neem je mee. Maar je hebt ook gewoon bepaalde vechters die gewoon totaal niet gaan luisteren en er nonchalant mee omgaan en zijn best niet doet en dan zo'n verliespartij draait. Ja, dan ga ik echt tekeer. De mensen die dachten dat het alleen kickboksen was, grappling. Kraus grappling. Kijk, 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 kijk. Ja, in deze positie ga je niet meer komen, man. Tappen, tappen. Kijk. De ouders zijn nog wel plat op de grond, eigenlijk al klaar. Nordin, yes, beter bekend als hygiëmatherapeut uit Dordrecht, maar zoals je ziet op locaties is die ook te vinden. Ja, ja. Hoe is het, broer? Alhamdulillah, hoe gaat het met jou? Ja, gaat goed, dankjewel. Ik wou dit altijd al van dichtbij een keer gezien hebben. Is je eerste keer, denk ik? Is de eerste keer dat ik het zie, ja. Ja. Nou, welkom, broeder. Dankjewel, want wat is het nou? Is het nou hygiëma of is het cupping? De termen die zijn allebei hetzelfde. En in principe, waar het op neerkomt, is dat het... het is een natuurlijke geneeswijze, dus... Je kan het zien als medicijn, maar dan zonder bijwerkingen. Het is voor heel veel kwalen goed. Zoals? Voor angst, depressies, woedeaanvallen, noem het maar op. Spierblessures, iemand die slecht slaapt. Voornamelijk tintelingen in de benen. Gewrichtspijn. Het is aangeraden en ook ja, de sporters die... Die zijn er vol lof over. Ja, topsport heeft het ook ontdekt, hè? Ja, ja. Je ziet het bij voetballers, spelers van Real Madrid, Barça, noem het maar op. En het is gewoon, het is een beetje een hype geworden nu. Het is een hype geworden. Ik zag laatst Conor McGregor, toch wel het gezicht van hypeness. Zag ik die kringen op zijn, Klopt. Op zijn rug. Ja. En die kringen, hoe lang duurt dat voordat die, dat voorbij? Die blijven gemiddeld 2-3 dagen. Het verschilt per huidtype. Mm-hmm. Ja, bij de ene vervaagt het wat eerder dan bij de ander. Slaat het ook bij iedereen aan? Alleen maar positieve verhalen gehoord. Ja. En wat eigenlijk ja, voldoening geeft, is wanneer je die appje krijgt of die belletje van Nordin. Ik had hier en daar last van. Ik ben bij je geweest. En of ik slaap beter of het gaat beter met mijn blessure. Ja, maar dat, het is verholpen. Ja, dat zijn die mooie dingen. Ja, daar doe je het voor, ja, hè? Ja, dat zijn die mooie dingen. Zeker weten. En sorry als ik je van je werk afhoud. Hè? Nee. Gewoon vooral doorgaan. Ja. Maar is het... kan je dit elke dag doen? Of elke week? Of elke maand? Wat raad jij aan? Topsporters hebben geen minimum of maximum. Ik heb wel eens topsporters die dan echt op hoog niveau intensief trainen. Die komen maandelijks. Ja. Dit moet je echt van dichtbij zien, hoor. Ja, je hebt ook patiënten die denken van, laat mij lekker om de 3 maanden komen. Ja. Dus het verschilt enorm. Ja, ja. Maar het wordt om de 3 maanden tot een half jaar aangeraden. Aangeraden. Dat is het advies, zeg ja, maar. Ja, dat is het advies. En ja. Wat is dit? Wat is dat? Nu ben ik vacuüm aanzuigen. Ja. Het is de bedoeling dat ik nog niet ga beginnen met sneetjes aanbrengen. Ik laat eerst de plekken goed rood opzwellen? Ja, van kleur opzwellen. Dat is ook, dit is ook een middel dat wanneer ik straks ga beginnen met sneetjes aanbrengen, dan lijkt het een beetje verdoofd. Dus dit is een hulpmiddel. Ah, okay. De plekjes die verdoven, ja. De huid, die een soort van verdoving, waardoor je, wat ik net al aangaf, op een natuurlijke geneeswijze kan je aan de slag. Geen bijwerkingen. Dus die sneetjes voel je ook bijna niet? Bijna niet. Dat is het mooie. Het zijn tintelingen. Ah, oké. Ja.
En dan vervolgens, dan hebben ze zo'n behandeling gedaan. Kunnen ze dan onder de douche springen? Kunnen ze het zwembad induiken? Kunnen ze... Liever niet, in verband met bacteriën en infecties. Geen zwembad. Ja. Je kan douchen, je kan jezelf opfrissen. Maar niet gewenst met zeep en shampoo. Dat gaat enorm prikken. En ook 3 uur na de behandeling zal je nog last hebben van irritaties als je op je rug gaat liggen. Mashallah, Noordin. Ja. Het is ook echt, lijkt mij, dankbaar werk, hè? Ja, het is, wat moet ik je zeggen? Ik word enorm blij van de goede verhalen die ik achteraf hoor. Ja. En ja, daar doen we het voor. En het heeft ook veel met sport te maken. Het is sunnah. De profeet, vrede zij met hem, die heeft het ook zijn umma aanbevolen. Kijk. Dus dat is al dat iets... Dat is wel een reden om het te doen. Ja, ja. Dus dat is al iets van dat ik denk, hé... En als je tegelijkertijd ook een job van kan maken. Dat is het mooiste wat er, mooiste wat nee, er is. Dan snap ik wel waarom jij vol passie het werk uitoefent. Nee, dan is het alleen maar een win-win situatie. Ja. Dus ja, je hoort het. Ben je een topvechter? Maar ook als je gewoon geen topvechter bent en met kwaaltjes zit. Ja. Bel Noordin op of elke hijjama-therapeut. Maar wij promoten hier natuurlijk Noordin, want die kennen we. En je bent van harte welkom. Mashallah. Inshallah. Waar kunnen mensen jou vinden? Je kan me vinden op Facebook, Instagram. Mobiel, bellen, appen. Ja. Wij zullen ook een linkje op onze story en op onze socials zetten. Inshallah. En dan zijn de broeders van harte welkom. Dankjewel, broeder. Jullie bedankt. En mogen Allah ons van al het kwade weghalen. Jarpie, amin. Amin. Sahrawi is ready, 3. Wacht even, volgende of was Klaas? En wie is volgende? Youssef en Faisal moeten nog, toch? Oké, daarna ga ik als laatste. 3, 2, 1, go! Kom, Giri, gewoon doen alsof je de wijk kan gaan, dacht hij aan. Wat een Johnny, zeg. Wat een Johnny. Go, ga maar wissel, eruit, eruit. In de wijk kan gaan, dacht hij aan. Wat een Johnny, zeg. Wat een Johnny. Go. Jamstalk, als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Jamstalk, ouwe hoeren zonder rem op die klok. Jamstalk, voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstalk.